Ja, Mitchell tevreden. Zo speel je anoniem in Jongfuin. Er zijn 20 mensen die je verhaal willen horen. Het kan verkeren in de voetballerij, hè? Zo snel kan het gaan. En, zo kan je, zegt ze altijd, de hero zijn en zo ben je weer de zero. En, het gaat nu goed. Voel je je de held op dit moment? Nee, ik denk, je doet het natuurlijk als team. En, dat ik de wedstrijd op slot gooi, dat is natuurlijk mooi. Ja, wel op een manier die bij jou past volgens mij. De voorzet van rechts is hetzelfde aan de basis met die Kaats. En dan goed binnenkoppen. Ja, zeker. Het was een heerlijke voorzet. En, dan is het aan mij om binnen te knikken. En dat ging goed. Hoe heb je de eerste helft beleefd op de bank? Ja, de eerste helft was een moeilijke wedstrijd. Ik denk dat wij onrustig waren. En ik denk dat wij gewoon de rust hadden moeten bewaren en het balletje hadden moeten laten gaan. En dan zie je ook toen we dat een paar momenten deden dat we gevaarlijk worden. En ik denk dat het daar wel grotendeels aan lag ook. Heb je ook met name je concurrent Armenteros in de gaten gehouden in die eerste helft? Ja, tuurlijk. Je kijkt ook naar de spits en je kijkt naar de andere posities. Maar niet echt, ik hield me meer met mezelf bezig. Ja, wat was de opdracht toen je erin kwam? Ja, gewoon lekker voetballen en het weer laten zien. En dat is gelukt, hè? In ruime mate zou je kunnen zeggen. Ja, het is, aan spits moet je scoren en dat is gebeurd. En in deze fase van de wedstrijd was het belangrijk. Dus het is hartstikke mooi. Was je teleurgesteld dat je niet in de basis stond? Nee, helemaal niet. Ik hoorde het gisteren en ik had het al wel verwacht dat ik niet zou starten. Maar dan zit je gewoon weer met een gevoel op de bank dat je weer wil. En dat de mogelijkheid groot is dat je in gaat vallen. En zo zat ik op de bank en kwam erin. Ja, Koeman zegt net, hij heeft me nog lastiger gemaakt dan het al was voor mij om een keuze te maken. Nu ook voor volgende week thuis tegen AZ in die topwedstrijd. Ja, dat is ook mijn bedoeling om dat te doen natuurlijk. Er is concurrentie nu, omdat pellen weg zijn, er is nog één wedstrijd. En als ik er moet staan, dan zal ik weer alles uit de kast halen. En als ik moet invallen, dan zal ik ook weer gretig op de bank zitten. Maar ga je nu wel uit van een basisplaats volgende week of nog niet? Ik ga nergens vanuit, in de voetbal weet je het nooit. Je begint lekker blanco weer deze week. Zeker weten, hard trainen.